closer, stay a little longer. Now the gang is gone, put some records on. Eind 1980 zoeken twee Engelse producers, zangers en zangeressen voor een band om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival van 1981. De eerste die ze recruteerden was Mike Nolan, een bekende van een van de producers. Als groepsnaam kiezen ze Buxfizz, het favoriete drankje van een van de producers. Vervolgens vragen ze Cheryl Baker om mee te doen. Verder komen Jay Aston en Bobby G bij de groep. Tijdens de repetities bedenken ze de gimmick van het wegtrekken van de rokjes. Ze doen mee met de voorrondes met het nummer Making Your Mind Up en winnen. Vervolgens wordt het liedje op single uitgebracht en het wordt een hit. Op 4 april 1981 doen ze mee aan het Eurovisie Songfestival van Dublin. Ze winnen het festival met 4 punten verschil van Duitsland. Slow it down, 'cause if you believe that a love can hit the top, you gotta play around, but soon you will find that there comes a time for making your mind up. Hun volgende single, opgenomen tijdens een promotietournee, komt in mei van hetzelfde jaar uit. Piece of the Action. Deze twee singles staan ook op hun eerste LP Buxfizz. Van deze plaat verschijnt ook de single One of Those Nights. Eind 1981 komt de vierde single uit, The Land of Make Believe. Begin 82 worden ze beste groep bij de Daily Mirror Rock and Pop Awards en ontvangen ze een nominatie voor de Brit Awards. In maart verschijnt de single My Camera Never Lies. Deze twee singles verschijnen op de LP Are You Ready? Van deze LP verschijnen ook de singles Now Those Days Are Gone, Easy Love en Are You Ready? Vervolgens mogen ze optreden voor de koningin en haar moeder tijdens het Royal Variety Performance Gala. Ook in 82 verschijnt de single If You Can't Stand the Heat. En in begin 83 Run For Your Life. Deze twee singles staan ook op de in maart uitgebrachte LP Handcut. Met een stevigere sound verschijnt de single When We Were Young. Vervolgens verschijnen de singles Rules of the Game en London Town. Deze drie singles verschijnen ook op de verzamel-LP Greatest Hits. In mei 84 gaan ze in de UK op een tournee van 40 dagen. Veel van deze optredens worden uitverkocht. Vervolgens gaan ze in augustus meer de rockkant op met de single Talking in Your Sleep. I hear the secrets that
Ook verschijnt de single Golden Days. Deze twee singles staan ook op de LP I Hear Talk. Van deze LP komt ook de single I Hear Talk uit. Vervolgens gaan ze op tournee en in december krijgen ze met de tourbus een ongeluk. Na een periode van herstel verschijnt in juni 85 de single You and Your Heart So Blue. En Magical. Na een concert in Newcastle besluit Jay Aston de groep te verlaten. Ze wordt vervangen door de 21-jarige Shelley Preston. In deze nieuwe samenstelling verschijnt in mei 86 de single New Beginning, Mamba Shearer. In hetzelfde jaar verschijnen ook de singles Love the One You're With en Keep Each Other Warm. Al deze singles komen op de LP Writing on the Wall. In 86 verschijnt in Amerika de promo verzamel LP New Beginning.